Er is degelijk duurzaam ontwikkeling teweeggebracht door regering Santokki Brunswijk. De getroffen maatregelen van de regering zullen op lange termijn vruchten afwerpen. De reactie van DNA-lid van de VHP, Cedric van Samson, op de jaarrede van de president. Van Samson zegt dat er gesproken kan worden van ontwikkeling op financieel gebied. De parlementariër stelt verder dat maatregelen getroffen door de regering in het voordeel zijn van het volk. Gelukkig hebben we dat na 2 jaar onder controle kunnen krijgen, vaccinatiebeleid. Daarna hebben we ook nog moeten dealen met de internationale prijzen die stegen door de containers die duurder werden. Ook de oorlog in Oekraïne die maakte dat de prijs van graan plotseling omhoog ging. Na al deze ontwikkelingen heeft die regering ook veel kostenverhogende maatregelen moeten doorvoeren. Om ervoor te zorgen dat die zaken die we weten die al lang fout gaan in Suriname, zoals subsidies die voor iedereen gelden, toch zaken als government, de BTW die geïntroduceerd moeten worden. Het waren geen makkelijke besluiten. En zeker geen populaire besluiten. Wanneer je impopulaire maatregelen neemt, hebben die hun weerslag ook op de bevolking. Dat hebben we ook gemerkt. In tegenstelling tot wat Van Samson zegt, vindt NDP-DNA-lid Melvin Bouva dat de regering haar taak om ontwikkeling te brengen om op prioriteitsgebieden niet heeft begrepen. Bouva is van mening dat belangrijke sectoren zoals volksgezondheid en onderwijs onvoldoende aandacht hebben genoten, wat niet goed te praten valt. Nee, we hebben ons lief gehangen aan het IMF en proberen dat nu goed te praten, dat er mooie resultaten zijn. Maar ik hoop niet dat de president denkt dat dat het is. Ik heb niet veel hoop voor de resterende 7 maanden. Daarom hecht ik net als vele delen van de samenleving mijn hoop op een goede verkiezingen waarbij we vanuit een goede organisatie massaal de ruimte krijgen om af te rekenen met dit beleid en plaats te maken voor ander bestuur die toch wel wat meer kan doen en betekenen voor die samenleving. De volksvertegenwoordigers gaven aan de komende periode te zullen werken aan het maken van beleid welke in het voordeel van het volk zal zijn.